Een hele goede morgenmiddag is het bij mij in ieder geval. Ik ben helemaal opgedoft zoals je ziet. Ik heb wat leuks aangetrokken, want mijn opa en oma zijn 65 jaar getrouwd vandaag. Nou, niet vandaag, maar binnenkort. En dat gaan we vieren met de hele familie. Dan gaan we lekker uit eten en ook een foto maken. Dus vandaar dat ik er zo opgedoft uitzie. En wij hebben een klein cadeautje voor opa en oma gekocht. Ze willen geen cadeautjes, dus we hebben lekker kaasje, worstje, snackie gehaald. Zo'n pretpakket. Maar ik heb er ook een kaartje bij geschreven. Kijk, dit is het kaartje. En dat hebben we van het klein cadeautje meegenomen. Maar het grootste cadeautje komt in januari 2025. En dan is dat de baby. Leuk hè? Hij zit op de kop, zie ik nu. Maar ja, je ziet het wel. Dus dat geven we aan opa en oma. En dan weet meteen de hele familie het. En ik hoop dat mijn schoonzus het gaat filmen. Zodat jullie ook de reactie kunnen zien. Dat zou wel heel leuk zijn. Zo, het is weer de volgende dag en we hadden het dus gisteren verteld en in de foto's die je zag kon je wel zien dat het echt heel leuk was. Ja, mijn opa en oma waren erg verrast en de hele familie was erg blij voor ons, dus dat was heel erg leuk om te vertellen. Nu ga ik met mijn neefje van, ik geloof dat hij alweer 7 is, de avondvierdaagse meelopen. Vanavond is de eerste avond en we hebben het dus ook nog niet tegen de zus van Nicky verteld, dus dat gaan we... We gaan nu daar eten en dan vertellen we het aan hun ook. En dan zijn zij de laatste, behalve de partner, business partner van Nicky. Die moeten we het ook nog vertellen, maar ik weet niet of dat gaat lukken nog voor... Nou ja, moeten we even kijken. In ieder geval gaan we nu richting de zus van Nicky en, haar familie om het daar gezellig te vertellen. Ik ben benieuwd hoe zij reageert. Ja, vast leuk. Niemand reageert stom. Hallo. Vorige clip waren wij de wandelvierdaagse aan het doen. Of in ieder geval ging ik er naartoe. We hebben tegen de zus van Nicky verteld. Die vond het heel leuk dat we weer een babytje krijgen. En dat zij natuurlijk weer tante wordt een extra keer. En Wilco oom. Maar waarom ik mijn camera er nu bij pak, is omdat ik gisteren ook een nieuwe telefoon heb besteld. Ik heb dus 1,5 maand geleden een nieuwe OnePlus gekregen van OnePlus. Het is denk ik een soort PR-model, dus niet degene die je in de winkel kan kopen. Waardoor er waarschijnlijk wat mis mee is, want de camera doet het dus al na ruim een maand niet. Echt super storend. Contact gehad, maar met mijn contactpersoon, super aardig vindt, maar super druk is die. En ik dacht, ja, ik ga niet wachten heen en weer. En ja, het is toch ook om een gunst vragen waar ik, ja, waar ik niet zo van hou of zo. Ik wil niet bij mensen in het krijt staan of zo. Dus ik dacht, ik koop zelf gewoon een nieuwe telefoon. En omdat ik aan het twijfelen was tussen OnePlus en iPhone, dacht ik, oké, ik heb de OnePlus, nieuwste OnePlus geprobeerd. Is hem nu niet, dus laat ik nu voor een iPhone gaan. Ik ben al sinds de OnePlus One een OnePlus gebruiker. En die kwam uit in 2014. Dus ik ben al 10 jaar... Daarvoor had ik altijd iPhone. Maar 10 jaar geen iPhone gewend. Ik heb de OnePlus, of de iPhone 15 gekocht in het roze. Dus niet de iPhone 15 Pro. Die was me net iets te duur. Ik vond deze ook heel erg duur, maar ja, ik moest gewoon een nieuwe telefoon. Dus de iPhone 15 in het roze. En ik ga hem even unboxen met jullie. Hij is aan het overzetten. Ik hoop dat dit soepel gaat, dan zou het echt super chill zijn. Dit is leuk. Ik heb eindelijk een nieuwe telefoon, een iPhone 15. Ik ben heel blij ermee. Ik moet wel wennen aan de iPhone, maar ik heb hem nu een week. Ik begin er steeds meer gewend aan te raken. Ik maak wel echt super veel schrijffouten, want die autocorrect is echt een beetje gek. Waardoor ik ineens halve woorden heb of ineens een heel ander woord dan wat ik bedoelde. Maar dat zijn kleinigheidjes.
waarom ik de camera er weer bij pak. En ik vergeet dus mijn camera blijkbaar. Maar ik pak mijn camera erbij, mijn telefoon in dit geval, omdat ik onderweg ben naar Centering Zwangerschap. Dat is een soort bijeenkomst van zwangeren die dan ongeveer tegelijk met mij uitgerekend zijn of een beetje in dezelfde periode. Ik weet niet, ik ben er nog niet geweest, dus ik weet niet in welke periode ze bij elkaar pakken. En dan kun je kletsen over zwanger zijn, over je kwaaltjes. Ik heb heel even het raam open, het is heel warm in de auto. Over de kwaaltjes, over wat erbij komt kijken, wat je moet regelen. En je gaat luisteren naar het hartje van het kindje. Ik weet niet of ik dat per se wil. Dat hoeft van mij niet per se. Dat dus eigenlijk. En ik ben heel benieuwd wat ik ervan vind. Nu, van tevoren, moet ik zeggen dat ik misschien een beetje onzinnig vind. Want ik heb 3 vriendinnen die ook zwanger zijn. Eentje is zelfs 5 weken voor mij uitgerekend. Dus ja, daar kan ik ook mee kletsen. Het is ook niet mijn eerste zwangerschap. Ik kan me voorstellen als het je eerste zwangerschap is, dat het heel erg fijn kan zijn om medezwangeren te hebben. Maar op zich, omdat het misschien onbekenden zijn, waarschijnlijk onbekenden, is het misschien ook wel weer interessant. Dus ik ga er een beetje open-minded in. Maar als het niet nuttig is, weet ik niet of ik nog vaker ga. Ja, ik laat het er echt aan afhangen hoe ik me voel na de hand. Of ik energie van krijg, of dat mijn energie kost. Dat is een beetje mijn graadmeter. Ik ben in ieder geval onderweg ernaartoe. En het is ook de bedoeling dat je alleen gaat als zwangere. Dus niet met je partner, volgens mij. Tenminste, die heb ik niet bij me. Dus dat. Dus ik ben daar naartoe onderweg. Even weer een update. Van mijn momlife. Ik ben trouwens super zwanger. Je kunt het nou echt wel zien in deze jurk sowieso. Maar we gingen vandaag even boodschappen doen in Tiel. En toen ben ik even naar de H&M gegaan. Toen heb ik dus allemaal onderbroekjes gekocht. Maar dat is dus best lastig. Want Olivia is dus plotseling zinnelig geworden. Hoefde van ons helemaal nog niet. Maar ze had zelf interesse in potje plassen en wij dachten, nou ja, dan gaan we ook gewoon onderbroeken aantrekken. Maar het is dus best wel lastig om onderbroeken te vinden in maatje 92. Want ja, ik kan me ook wel voorstellen dat er niet zoveel kinderen zijn die al op 2,5 zindelijk zijn. Ze zijn er natuurlijk wel. Maar het is even wel een grotere zoektocht dan als je grotere maten hebt voor je kindje. En Olivia heeft ook nog smalle billetjes, dus ik kan ook niet zeggen van nou, ik doe 1 maatje groter. Maar ik heb ze al in de kast liggen, dus vandaar dat dit de verpakking is. Maar ik heb dus nu 15 paar onderbroeken voor haar gehaald. En het gaat hartstikke goed. Zelfs onderweg, dan wacht ze netjes tot we kunnen plassen. Ze doet het op de wc, maar liever op een potje. Dus dat is wel echt super fijn natuurlijk met nummer 2 opkomst. Dat Olivia gewoon dadelijk zinnelijk is. Dat scheelt ons echt. Zijn we toch al uit de luiers. Dat is wel lekker. En ik had nog andere dingetjes gekocht, dus die wilde ik ook even laten zien. Let niet op mijn meloenen, ik kan er niks aan doen. Dat is als ik zwanger ben, dan worden die groot. Ik had dus dit broekje gekocht, want omdat ze nog niet helemaal zindelijk is en nog wel eens een ongelukje heeft, moest ik dus wat meer kleertjes kopen, zodat ik altijd genoeg schone kleren heb, aangezien ze waarschijnlijk wat vaker door de kleren heen is. Dus ik had dit schattige broekje gekocht. Die was nu nog maar 5 euro. Heel schattig. Ik haal meteen even de kaartjes eraf. Ik ben nu toch bezig. Ze ligt trouwens bijna te slapen. Dus dat is ook nog wel lekker. Ik heb haar dus zonder luier in bed gelegd. Ik ben benieuwd of ze gaat slapen dan. Misschien vindt ze dat nog te gek. Maar ik dacht, ja, weet je, we zijn nu toch bezig. Dan gaan we gewoon all the way. Nou, had ik deze nog. Super schattig, met die hartjes. En deze. Allemaal korte broeken. Ze zullen wel denken op de opvang als ze na de zomer komt. Want ze is dan, in de zomervakantie gaat ze niet. Super handig voor ons, want daardoor kunnen wij dus wel trainen met zindelijkheid.
Kunnen we gewoon zeggen, ja, ze is zindelijk. Dat is even zo chill. Ook voor de opvang. Oké, dan had ik nog dit mega schattige t-shirtje. Die was nu 4 euro nog maar. Ik heb alleen maar effe t-shirts. Dus ik dacht, ze mag wel iets leukere kleertjes ook. Ik had ook heel veel gekregen van vrienden. Die dan niet meer in de kleintjes zitten. Vind ik super leuk. Maar ik vind het ook leuk om af en toe iets nieuws te kopen. En ik heb dus nog steeds niks voor de baby gekocht. Ik denk echt dat ik ga wachten tot we weten wat geslacht is. Anders koop ik, ja. Ik heb ook natuurlijk al heel veel leuke dingen. Dus daar wacht ik nog even mee. Leuk is deze. Ja, vind ik wel. Dan had ik nog, want we gaan dus nog op vakantie eind september. Dus vandaar dat ik ook nog wel wat zomergoed had gekocht nu. Maar hoe schattig is deze? Een soort tuinpakje, maar een lekker zacht stofje. En die was dus ook nog maar 5 euro. En Olivier vond hem helemaal geweldig omdat er palmbomen op stond. Ze zei, palmbomen! Dat is helemaal leuk. Zo leuk. Ik heb wel veel lichte kleuren, zie ik nu. Maar op zich is onze dochter niet zo'n floddervos. Ze is altijd wel een nette speler, dus op zich moet dit goed gaan. En anders niet, hè. Ze zullen zien eerst de volgende keer als ze dit pakje aan heeft. Dikke drol erin. Nee, ze heeft echt nog nooit een ongelukje gehad met poepen. Afkloppen. En als laatste had ik nog deze. Dat ik zo'n zomerpakje. Hoe schattig. Met ijsjes. Maar dit kan een jongetje ook nog wel aan, vind ik. Mocht het een jongetje zijn. Dat weten we nog niet. Dat gevoel heb ik een beetje. Dat shirtje met die regenboog ook trouwens. Die is ook niet heel meisjesachtig. Maar echt leuk dit. Ja, deze vond Olivia ook heel leuk. Want ze houdt van ijsjes. Dus ja, helemaal leuk. Dus ze hebben weer wat kleding ook gekocht. En dat vind ik altijd wel leuk. Om in de vlog te delen natuurlijk. Dus nou ja, dat was weer een kleine update van week 16.